van het nieuwe strandseizoen. Het weer zit mee. Volgens mij wordt het ook gewoon een heel mooi seizoen dit jaar. En ik kan jullie zeggen, niet alleen als wethouder voor Scheveningen, maar ook als wethouder toerisme, is natuurlijk het strand en de strandtent-exploitatie, de paviljoens die we hier hebben, zijn van een hele grote waarde. Want het is volgens mij een van de grote trekpleisters die we in Den Haag hebben, zodat ook de toeristen hier naartoe komen. Het is een attractie op zichzelf geworden. En steeds meer ook aan het worden. Als je hier kijkt hoe dit mooie paviljoen dat eruit ziet, ik hoorde net onder architectuur gebouwd. Ja, dat is meer dan een paviljoen wat we een aantal jaren geleden zagen. Het worden attracties op zichzelf met allemaal hun eigen unieke uitstraling. En dat is wat Den Haag volgens mij echt nodig heeft. Dat creëert werkgelegenheid en dat creëert een stroom hier naartoe. En ik ken denk ik weinig steden die zoveel strandpaviljoens hebben als Den Haag. 65, verenigd in de vereniging van strandtent-exploitanten. En dat zijn echt vrij serieuze cijfers, ook die een grote bijdrage aan de economie leveren. En als wethouder Scheveningen zeg ik dan maar even dat ik daar heel trots op ben. Goedemiddag. Want niet alleen hier op het strand gebeurt het, ook in het bad gebeurt het, in Scheveningenhaven gebeurt het. Daar wordt de komende jaren echt fors geïnvesteerd. En ook op het Noordelijk Havenhoofd onder andere, daar gaan echt grote ontwikkelingen plaatsvinden. Om maar te zwijgen van het Norfolk-terrein waar woningen worden gebouwd. Maar waar we ook wel met een iets andere blik gaan kijken naar de locatie dan een aantal jaren geleden. Waar we toch ook meer vanuit ondernemers gaan kijken en op de havengebonden bedrijvigheid die we daar gewoon echt een kans willen geven. Ik denk dat het sowieso even onafhankelijk van het weer een mooi seizoen gaat worden. Het is net wat de wethouder zei, zijn praatje net binnen voor de opening van het strandseizoen. Dat er staan een hoop verwikkelingen op programma. Een hoop evenementen hebben we dit jaar die nieuw zijn. Onder andere Volvo Ocean Race en de Red Bull Knockout Race, het laatste weekend van november. Dus ik denk echt dat er veel leuke dingen gaan gebeuren op Scheveningen. En daarnaast natuurlijk, als het mooi weer is, je ziet toch dat het strand in ontwikkeling is. We staan hier vandaag bij een strandtent die echt wel gewoon weer een eigen karakter heeft. En er zijn nu echt strandtenten zoals deze die onder architectuur gebouwd worden. Ja, je kunt het mooi vinden of niet, tot nu toe hoor ik bijna alleen maar lovende woorden. Maar het is gewoon wel, het strand krijgt meer cachet en daarmee Scheveningen en dan dat gekoppeld zeg maar aan de initiatieven die plaatsvinden in Koeroos en bij de Pier. Ja, kun je gewoon niet anders zien en zeggen dan dat de ambities van Scheveningen op een steeds hoger niveau komen. Hoe kunnen mensen informatie vinden wat er allemaal op het strand gebeurt? Nou, dat kun je op dit moment nog vinden via denhaag.com over het algemeen. Maar wij als Scheveningen zijn zelf bezig met een eigen website. Die gaat heten buitengewoonscheveningen.nl. En daarop zal vooral heel veel informatie komen over activiteiten en leuke dingen op Scheveningen. En waarschijnlijk ook verborgen plekjes. Hè? Ik heb dat vaker gezegd, een van de dingen die heel weinig mensen weten, maar die mij nog steeds fascineert, is dat elke eerste vrijdag van de maand vindt er 's ochtends een rondleiding op de visafslag plaats. Dat is een prachtig fenomeen waar in mijn optiek nog te weinig gebruik van wordt gemaakt en wat te weinig bekend is. En wat mij betreft wel ontsloten zou mogen worden, want die visserij speelt ook een hele prominente rol op Scheveningen, ook in toeristisch perspectief. Dus ik geloof wel dat daar heel veel uitdagingen liggen om dat soort activiteiten meer op de voorgrond te krijgen. Het voorjaar is wel lastig voor de strandtenten. Dat heeft te maken dat er gewoon het waait veel, er is veel wind. Een windkracht 9 zoals afgelopen week, die leidt er gewoon toe dat je 2 dagen loopt te scheppen met je personeel om je terrassen weer schoon te krijgen van het zand. Ja, dat is natuurlijk ook de uitdaging van het strand, dat geef ik gelijk toe. Maar voor de komende week voorspellen ze weer een windkracht 9 op donderdag. Ja, dat is aan de ene kant fascinerend en heel leuk voor de kiteservice, dus voor het beeld van Scheveningen is het fantastisch. Als strandhouder ben je daar natuurlijk niet altijd gelukkig mee, ook omdat het wel veel mensen tegenhoudt om op het terras te gaan zitten. Mijn naam is Luc Vlug, voorzitter van de bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen. En dat zegt het al, Noordelijk Scheveningen is het strand voor een deel. Een bewonersorganisatie, we gaan voor alle mensen die hier wonen. En we proberen zoveel mogelijk belangen bij elkaar te brengen. Dus niet alleen de horeca, niet alleen de toeristen, niet alleen de bewoners, maar juist een goede mix van belangen tussen die 3 groepen. Bijvoorbeeld muziek, niet te lang, niet te hard. Parkeren, goed proberen te regelen zonder te veel druk in de wijken. En zo proberen wij met elkaar, met de verschillende doelgroepen, te komen tot een goede planning voor de korte termijn, maar vooral ook voor de lange termijn.